Toen ontstond de discussie over het welzijn van de grote grazers. En hoe reguleer je grote grazers? Frans Vera, gelauwerd ecoloog, baanbrekend ontwerper van ecosystemen, natuurbeschermer en misschien ook wel de aartsvader van de natuurontwikkeling. Dank dat ik deze gelegenheid heb. Ik begin met een korte inleiding. En het verhaal is over de relatie tussen Johannes de Doper in de woestijn en de Oostvaardersplassen. En dan met name moeten we even op die onderste lijn letten, daar al die grote grazers, want die spelen een hoofdrol in het hele verhaal tussen Johannes de Doper en de Oostvaardersplassen. De Oostvaardersplassen, het begon in zuidelijk Flevoland. Daar zijn de Oostvaardersplassen ontstaan in 1968 bij het droogvallen van de polder. En dat begon, zoals u hier kunt zien, op een kale vlakte van kalkrijke klei. Zeer vruchtbaar en dat is ook heel erg bepalend geweest voor de ontwikkeling van het gebied. En er ontstond een moeras. En een moeras dat heel rijk was aan vogels. Er was alleen één groot probleem in de natuurbescherming. Niemand wist hoe je zo'n moeras kon behouden. Er was namelijk één manier. En dat was de traditionele manier van al onze moerassen in Nederland. De wieden, de weerribben. Dat is rietmaaien, dat is het gebruikelijke beheer. Alleen in de Oostvaardersplassen kon dat niet, want het gebied was te groot. Het beheer zou te duur zijn. En er werd ook gezegd, we kunnen ons zo'n groot natuurgebied niet permitteren. De wetenschap zei dat zonder dat rietmaaien dat gebied zich spontaan zou ontwikkelen tot een moerasbos. Die werden weggooibiotopen genoemd. Namelijk, je had 10, 20 jaar lang veel lol van, met veel vogels, veel soorten. Maar daarna kwam het bos en dan was het over. Dat was ook de reden waarom, toen ik me ermee begon te bemoeien, geen enkele natuurbeherende instantie interesse had in moerasgebieden zoals de Oostvaardersplassen in zuidelijk Flevoland. De oorsprong van die theorie van dat bos, dat is de successietheorie. En die begint bij pioniervegetatie, die is van meneer Clements in 1916. Dat eerste streepje met de kale bodem, dan pionier, dan tweede streepje. Dan is er een soort intermediaire begroeiing van hoge kruiden, grassen, struiken. En de laatste, dat uiteindelijk komt daar de climaxvegetatie. En in een gebied waar qua waterhuishouding en klimaat bomen kunnen groeien, ja, is dat een stabiel eindstadium. En dat stabiele eindstadium, dat is bos. Meneer Clements werd gevolgd door meneer Tensley, een ecoloog uit Groot-Brittannië. En die zei dat de grote wilde grazen, zoals die in Europa van nature voorkwamen, die volgen de vorming van het bos, verhinderen ze dat, dan leven ze in een gebied in onnatuurlijk hoge dichtheden. En dan moeten ze worden gedood, worden afgeschoten tot dichtheden, dat ze het ontstaan en het voortbestaan niet meer verhinderen. En die dichtheden die worden overal gehanteerd in Europa, op de Veluwe. Er worden net zoveel dieren afgeschoten, edelherten, in Polen ook de wiesenten, totdat zij niet meer het bos beschadigen. Dat wil zeggen dat ze de jonge boompjes niet vernielen, zodat elke oude boom door een nieuwe boom kan worden vervangen. Alleen in de Oostvaardersplassen gebeurde dat niet. Er ontstond geen moerasbos. En dat had te maken met tienduizenden niet broedende grauwe ganzen die uit heel Europa naar dat gebied toekwamen om daar een periode door te maken in april, mei, juni, dus in de zomer, waarin ze in één keer hun vleugelveren, hun handpennen verliezen en dan kunnen ze ongeveer 30 dagen niet meer vliegen. En dan trekken ze zich terug in de uitgestrekte rietvelden van de Oostvaardersplassen, ja, en beginnen die te begrazen. Door die begrazing verwijderen ze het riet en voorkomen daarmee dat er uiteindelijk bos ontstaat. Wat gebeurde in de Oostvaardersplassen was dat rietvelden door de grauwe ganzen zelfs weer veranderden in open water. En dat was nog nooit vertoond in Nederland. Die grazende grauwe ganzen die veranderden dat moeras in het landschap wat u in dat kadertje ziet, wat een leefgebied was voor heel veel soorten vogels en veel soorten in enorme aantallen. En dat trok op een gegeven moment de aandacht. En u ziet er hier een paar, de snor, de roerdomp, de baardmees
en de leeplaar. Ik noem er maar een paar. En er waren veel soorten bij die in Nederland niet of nauwelijks meer voorkwamen. En in het moeras was die ruiende grans wat ze noemen in de literatuur een zogenaamde sluitsteensoort. Wat is dat? De basiliek in Saint-Nazaire in Carcassonne. Ja, daar komt die. Daar ziet u de sluitsteen. Die sluitsteen, dat is één klein rotssteentje wat dus het hele bouwwerk bij elkaar houdt. Haal je die sluitsteen eruit, dan stort dus die hele koepel die stort in. Hier ziet u, daarboven hangt de sluitsteen. Zolang die er niet in zit, moet dat hele bouwwerk ondersteund worden. Anders blijft het niet overeind. Komt de sluitsteen erin, dan kan die hele ondersteuning weg. En wat betreft de Oostvadersplassen met het traditionele rietmaaien, hoeft geen riet gemaaid te worden. Want die grauwe gans zorgt ervoor dat uiteindelijk wat wij met hulpmiddelen als rietmaaien moeten doen in stand blijft voor al die vogels. Als u dan die sluitsteen daar ziet in het groen, gooi je die eruit. Dan geen grauwe gans, dan ben je al die soorten kwijt. Kortom, in de slipstream van dat verdwijnen van die sluitsteensoort verdwijnen al die andere vogelsoorten, omdat die van die ene soort afhankelijk zijn. Die ganzenbegrazing alleen is niet van belang. Ook wat van belang is in het moeras is dat zijn fluctuaties in het waterpeil. In de seizoenen, dat wil zeggen in het voorjaar, de zomer en de winter, maar ook over de jaren heen, natte en droge jaren. En dat zorgt voor peilfluctuaties die uiteindelijk die ganzenbegrazing sturen. Wat gebeurde er in de Oostvaardersplassen? Ja, je hebt vaststaande ideeën. Wat zijn de moerassen? Dat waren veenmoerassen. Daar werd altijd het water hoog gehouden, want als een veen ontwatert, dan veraart het veen, dan verliest het zijn vasthoudende vermogen voor water. Dus je gaat pompen. Dat gebeurde ook in de Oostvadersplassen. Wat gebeurde er? 1973, dat zwart, dat waren de eerste ruiende grauwe ganzen die daar kwamen. Dan ziet u 1985 veel meer grauwe ganzen. Maar wat u ook ziet, er is een heleboel riet verdwenen. Want omdat het water hoog bleef, bleven die grauwe ganzen maar vreten. Waardoor dus ook vogelsoorten die van die ganzen en het riet afhankelijk waren, die gingen achteruit. En ja hoor, er werd geroepen, we moeten grauwe ganzen gaan reguleren. Nee, die pompen die moeten worden uitgeschakeld. Want als die pompen worden uitgeschakeld, dan krijg je fluctuerende pijlen in dat moeras. Nou, dat werd een heftige discussie, want sommige wetenschappers geloofden dat niet. Uiteindelijk hebben we een soort experiment gedaan. De Oostvadersplassen zijn in tweeën gedeeld met een dam. Ja, volgende. Oostelijk compartiment, 1400 hectare. Daar bleef de waterstand met pompen gehandhaafd zoals die was. Ja, westelijke 2200 hectare, dat werd kunstmatig drooggelegd om die peilfluctuaties te imiteren. Daar ziet u het peil 87, normaal, allebei de compartimenten. Dan ziet u 1990 is het westelijke drooggelegd en dan tot 1998 is langzamerhand dat waterpeil in het westelijke compartiment weer kunstmatig omhoog gegaan om te kijken hoe dus dat hele systeem reageerde. Wat was het gevolg? Er kwam 800 hectare nieuwe moerasbegroeiing in dat westelijke deel, wat dus kunstmatig was drooggevallen. En we zien de zwarte rechts in 88, dat is dus waar het pijl constant is gehouden. Daar bleven al die grauwe ganzen. In het westelijke deel, daar verdwenen ze. Toen het water weer werd opgezet, ziet u in 1991, kwamen de ruiers weer terug en de hele cyclus begon weer opnieuw. Dus het was een twee dingen, ganzenbegrazing en als een soort antagonisme, tegenwerking, de droogval van het moeras. Hoe reageerden de vogels erop? Hier ziet u een blauwborst, een zeldzame vogel. Was dat tot voor kort in Nederland, nu gelukkig niet meer. En dan ziet u, toen het westelijke deel droog viel, explodeerde het aantal blauwborsten. En dat gele, dat is het nieuwe riet waar die blauwborsten in kwamen. Het water werd opgezet, nat tot zeer nat. En dan ziet u, die vogel kan daar niet goed tegen. Dus die nam af. Je kunt zeggen, dat is erg. Maar aan de andere kant ontstonden er allemaal dakloze blauwborsten die als de sodemieter andere natuurgebieden moesten gaan opzoeken. En dat is precies wat we met Natura 2000-netwerk willen. Dat op een gegeven moment er een samenhangend netwerk is waar die soorten dan naartoe gaan.
En dit gebeurde er in het gedeelte wat oostelijk, waar het water constant bleef. U ziet, er gebeurde niks met de aantallen blauwborsten, volgende. Maar wat veel belangrijker is, dat bovenste oppervlakte was maar 1,6 groter dan dat onderste. Maar kijkt u eens bij droog hoeveel meer blauwborsten er zijn. En wat we hier zien, is dat noemen we emergente eigenschappen van een ecosysteem. Die dynamiek zorgt ervoor dat je een meer dan evenredige toename hebt van die vogels, van het habitat waarvan die afhankelijk is. Dus dat constant houden, wat in het algemeen toch vaak het beleid is in de natuurbescherming, is in dit geval niet alleen funest voor die blauwborst, maar ook voor het Natura 2000-netwerk. Dit is een doodhuis, dat is een kleine fuut, en die heeft diep water nodig, want die duikt onder water naar visjes. En daar ziet u, toen het droog was, waren er geen doodhuizen. Die nam pas toe nadat het nat werd. En dan ziet u, toen het zeer nat was en dus ook de grauwe ganzen alweer waren teruggekeerd met begrazing, dat die combinatie van onder water lopen en begrazing van grauwe ganzen, vooral in het nieuwe riet wat ontstaan was door de droogval, enorm veel doodhuizen tot broeden kwamen. Kijk, en dit gebeurde er in het oostelijke deel, waar dus de omstandigheden constant werden gehouden. Er zijn zelfs jaren met dezelfde waterstand dat er helemaal geen eens meer doodhuizen hebben gebroed. Kortom, ook dit toont aan hoe belangrijk die dynamiek is voor de aantallen van die vogels en voor het samenhangende netwerk. En nou zet ik ze tegen elkaar en dan ziet u, je kunt dus het nooit voor alle soorten die typisch zijn voor zo'n moeras tegelijk goed maken. Als het voor de ene goed is, is het voor de andere slecht. En als het voor de andere slecht is, is het voor de ene goed. En dat is de essentie van zo'n systeem. Dat hoort bij het systeem. Als je namelijk alles zet op de blauwborst, dan heb je op de duur geen doodhuizen. Omgekeerd, zet je alles in op doodhuizen, dan heb je weer geen blauwborsten. Dus het is die combinatie van dynamiek van waterpeil en begrazing die zorgt voor het behoud van het moerasecosysteem. Maar de wending voor mij was, die grauwe ganzen die sturen dus de ontwikkeling van de vegetatie. En dat is tegengesteld aan wat die meneer Tensley zei. Die zei, grazende dieren volgen de ontwikkeling. En dat was voor mij de paradigma shift. Wat nog heel erg belangrijk is, ze zitten 30 dagen in het moeras, maar voordat ze dat moeras ingaan, zitten ze samen op graslanden die dicht tegen het moeras aanzitten. En dat hebben ze nodig om vet aan te maken. Want als ze het moeras ingaan, dus voor de ruif verzamelen ze zich op die graslanden, en dan gaan ze het moeras in. Maar dat riet wat ze daar eten is van een veel slechtere kwaliteit van het gras, dan het gras wat ze hebben van dat grasland. Het gevolg is dat ze, terwijl ze ruien, mager worden. Ze verliezen vet. Ze moeten met die vetvoorraad die ze hebben opgebouwd dat aanvullen wat ze tekortkomen doordat ze gedwongen zijn om riet te eten. Maar dat doen ze omdat het ook veiligheid geeft. Dus ze maken een afweging tussen veiligheid en kwaliteit van voedsel. En dan komen ze na de rui en dan hebben ze weer die graslanden nodig om dat opgebruikte vet weer aan te vullen. En als ze dan weer op goed aangevuld zijn, dat is dan in juli, dan trekken ze weer weg uit de Oostvaarders. En dan komen ze in het najaar komen ze weer terug op doortrek naar zuidelijke landen. Dus op een gegeven moment, wat ik heb gepropageerd, er moest een areaal grasland worden toegevoegd aan het moeras, wilde je dat moeras in stand houden. En toen begon er een discussie. Hoe krijg je grasland? Nou, ja, heel simpel. Als je grasland nodig hebt, dan heb je koeien nodig. Als je koeien nodig hebt, dan heb je boeren nodig. Heb je geen boeren, dan heb je geen koeien, dan heb je geen grasland, dan heb je geen grauwe ganzen. En dan heb je geen moeras. Zo simpel was het. Dus er ontstond een discussie. Er moesten boeren komen daar in dan de Oostvaardersplas. Nou, dat vond ik een slecht idee. Want die boeren hadden te maken met 30.000 grauwe ganzen in de maanden april, mei, juni, juli. Dan komen er 40.000, 50.000, 60.000 brandganzen in de winter. Dan komen er weer grauwe ganzen in het voorjaar. Kortom, die boeren zouden het hele jaar door enorme aantallen ganzen hebben. En al die boeren zouden zeggen, ze vreten het gras van mijn koeien op. Dus het zou constant oorlog worden. Dus we zeiden, geen boeren. Maar wat dan?
En als je geen boeren hebt, nou, dan zei iedereen, dan komt dat Climaxbos. Ja hoor, daar zijn ze weer, meneer Clemens en meneer Tensley. Dat is de wetenschappelijke theorie die dan dominant is. Dus met andere woorden, ja sorry, als je geen boeren hebt, dan eindig je dus weer in bos. Dat was het verhaal. Mijn redenering was, als huiskoeien gras kunnen maken, ja, dan moeten wilde koeien dat ook hebben gekund. Dat waren de oerrunderen. De oerrunderen, die ook tot in de Romeinse tijd in Nederland voorkwamen, dat zijn de wilde voorouders van onze huiskoeien. En datzelfde geldt voor de tarpan, maar of die zo heette, dat is de wilde voorouder van onze huispaarden. Het zijn allebei typische graseters. Dus met andere woorden, waarom zouden die geen graslanden kunnen ontwikkelen? Nee, zei iedereen, het wordt bos. Van nature komt hier geen grasland voor. Het oerhund is echter uitgestorven in 1627. Het laatste exemplaar, een koe, kwam voor bij Warschau. Dus die is weg. De tarpan zou in 1887 zijn gestorven, laatste exemplaar. Een dier in de dierentuin van Moskou. Kan ook eerder zijn geweest later, dat is een discussie. Maar kortom, we kunnen ze dus niet uitzetten, want ze zijn er gewoon niet meer als wilde dieren. Toen zei ik, nou weet je wat, dan nemen we toch gewoon niet erg doorgefokte nakomelingen van de oerrunderen en de tarpans. En dan laten we die als wilde dieren in de Oostvaardersplassen leven. Waarom zetten we ze dan niet uit? Nee, zeiden alle wetenschappers, dat gaat niet werken. Dat wordt bos. Grasland kwam hier niet voor. Dat hebben wij aangetoond. Waarop ik zei, dat is een mooie theorie. Zouden we dan ook een andere theorie mogen toetsen? Nee, dat hoefde niet, want men zei, wij weten het. Nou, weer die successietheorie die weer opduikt. Maar uiteindelijk, de dieren zijn er toch gekomen. De hekrunderen zijn uitgezet als weinig doorgefokte nakomeling van huisrunderen. Koniks, dat is een Pools ras. Konik betekent klein paard. Iedereen zegt nu koninkpaard, maar konik betekent klein paard in het Pools. Die zijn uitgezet en er zijn edelherten uitgezet in het gebied. En er ontstond geen bos. Er ontstond open grasland. En dat werkte uitstekend voor de ruiende grauwe ganzen. En het werkte uitstekend voor de brandganzen in de winter. En het werkte uitstekend ook voor de poelen die daar waren in dat deel met die graslanden. Want die dieren die voorkwamen dat de oevers begroeid raakten met riet. En dat het open water, het ondiepe open water, dichtgroeide met riet. En dat open water zonder riet, dat is het voedselzoekgebied van de lepelaars die in de Oostvaardersplassen broeden. En de grote zilverreiger die in de Oostvaardersplassen kwam broeden. 1978, het eerste broedpaar in Nederland sinds mensenheugenis. En uiteindelijk nadat die poelen zijn gegraven als compensatie voor de poelen in de rest van de polder waar die verloren gingen. Naarmate die poelen beter begon te werken, nam dus het aantal broedparen van de grote zilverreiger geweldig toe. Uiteindelijk tot zo'n 240 broedparen. Toen ontstond de discussie over het welzijn van de grote grazers. En hoe reguleer je grote grazers? Men zei, er staat een hek om het gebied, dus ze kunnen er niet uit, ze kunnen niet trekken. En dat doen dieren van nature. Als het eten opraakt, trekken ze naar andere gebieden waar ze wel nog eten vinden. En er zijn geen grote roofdieren, zoals de wolf, die de aantallen reguleren. Ook dat is een theorie, namelijk dat wolven aantallen grote grazers reguleren. Daar kunnen nergens in Europa kijken hoe dat werkt, want het is overal verdwenen. Het enige wat je kunt doen is naar andere continenten kijken. En dit is de Serengeti, 2,5 miljoen hectare. Er staat geen hek omheen. De dieren kunnen trekken. En die trekken steeds heen en weer tussen de Masai Mara in het noorden en naar het zuiden in een vulkanische vlakte waar dan regen valt en de grasgroei op gang komt. Daar krijgen ze een kalveren, maar er blijft geen water. Het is een vulkanische bodem, dus ze moeten daar weer wegtrekken. En die trekken dus steeds heen en weer. De dichtheid, 1 leeuw op 1000 hectare, 1 gevlekte hyena op 300 hectare. Als ik die hyena's omreken naar wolven, is dat 1 wolf op 150 hectare, want een wolf weegt ongeveer 45 kilo en een hyena weegt ongeveer 90 kilo. Om u een idee te geven van de dichtheden. Wat gebeurde er na 40 jaar studie in de Serengeti? De gemiddelde jaarlijkse sterfte van de wilde beesten, te vergelijkbaar met de omvang van een edelhert, die was ongeveer 30%. 25% van de wilde beesten, de gnoes die stierven, die werden gedood door grote predatoren. Dus een heleboel niet. Van die 25% is 6% gedood door grote predatoren, terwijl ze in een slechte conditie waren. Dat is nog geen 2%.
Met andere woorden, die grote predatoren zijn geen sociale werkers die er alleen maar op toezien dat dieren niet ondraaglijk lijden en zodra ze mager worden dat ze een soort euthanasie plegen. Die gaan er op uit om vlees te eten. Dat zoeken ze. Met andere woorden, 75% van de wilde beesten, en ik gebruik dat woord, en het is een beladen woord, maar ze sterven dus door verhongering. Dat is de regulatie. Het beschikbare hoeveelheid voedsel reguleert het aantal grote grazers. En wat ook bleek uit ander onderzoek, het aantal grote grazers reguleert dus het aantal predatoren. En niet omgekeerd. Dat is het enige wat wij op dit moment aan wetenschappelijke data hebben over die regulatie. Nou, sommige populaties worden beperkt door roofdieren. Dat zijn vooral de kleine dieren, konijnen, hazen en dat soort dingen. Maar niet de grote van runderen en ook edelherten. De meeste worden beperkt door de beschikbare hoeveelheid voedsel. En het welzijn is toen onderzocht door twee internationale commissies. Die waren ingesteld door de minister van Landbouw en Natuurbeheer toen de tijd. En die moesten een eindoordeel geven over die discussie. En die kwamen ook. En meneer Kluttenbrock, een van die mensen die daar deel van aan was, die zei, ja, maar de dieren in de Oostvaardersplassen leven zo natuurlijk als natuurlijk maar zijn kan. Met andere woorden, al die verhalen dat het onnatuurlijk is en dat er een hek omheen staat en daarom onnatuurlijk, dat klopt niet op grond van de ervaring die die internationale wetenschappers die in de hele wereld hebben gewerkt naar voren brachten. Er is toen een beheer afgesproken van die grote grazers. Ik kom daar zo op terug. De dieren in ieder geval niet bijvoeren. En niet bijvoeren werd meteen gezegd, dat is dierenmishandeling. Maar wat gebeurt er bij niet bijvoeren? Er is een relatie tussen vet en vruchtbaarheid. Ook bij vrouwen. Mensen. Dat betekent, anorexia-meisjes menstrueren niet. Atletisch, die heel veel trainen en wij heel veel spierweefsel maken ten opzichte van vet, die menstrueren niet. Dieren, vrouwelijke dieren die dus mager worden, menstrueren niet. Hebben geen eisprong, krijgen dus ook geen jong. En wat we ook zagen in de Oostvaardersplassen, doordat ze niet werden bijgevoerd, kregen ze maar een jong, de vrouwelijke dieren, één keer in de twee of de drie jaar. Met andere woorden, het reguleert. Ga je ze bijvoeren, dan krijgen ze elk jaar een jong. En dat is dus een regulatiemechanisme wat je dan uitschakelt. Wat is de ecologische draagkracht van de Oostvaardersplassen? Dat is het aantal dieren wat de winter overleeft. En het beheer, wat toen afgesproken is met die internationale commissie, was dat een dier wat qua gedrag en conditie de komende lente niet gaat halen, dat wordt doodgeschoten. En dat heet vroeg reactief beheer. Daarmee is nog steeds de hoeveelheid voedsel reguleren, maar dan wordt er, zoals dat heet, ondraaglijk lijden voorkomen. En hier ziet u de sterftes die optraden tot 2017-18. Dat is een strenge winter geweest waarin er veel zijn gestorven. En u ziet dat gaat op en neer. Het ene jaar sterven soms in 2016-17 de winter veel minder dieren, zoals de hekrunder helemaal niet. En daarna vindt er toch een soort correctie plaats door de hoeveelheid voedsel, omdat de populatie gegroeid is. En dit is dan de lange termijn. En dan zien we, vanaf 2012 is er een evenwicht in het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen. En hier ziet u dat. En die gemiddelde sterfte, met ook dat laatste jaar, ik kom daarop terug waar veel discussie over ontstond, was 31%. Dus ongeveer zoals het ook was in de Serengeti, met al die grote roofdieren als leeuwen, hyena's, jachtluipaarden en luipaarden. Kortom, er is niks mis met de Oostvaardersplassen als je deze data daarbij gebruikt. Dus zonder die hoge aantallen wildlevende grote grazers verdwijnt dus het grasland en verdwijnen de grauwe gans uit het moeras. Het moerasecosysteem stort in. Kortom, je kunt een moeras niet in stand houden zonder die grote grazers die enorme vlaktes aan graslanden creëren en in stand houden. Kortom, zij sturen de ontwikkeling van de begroeiing. En dat moeten we even vasthouden, want daar ga ik zo een sprongetje mee maken. Die grote ecologische draagkracht in de Oostvaardersplassen, want het is uitermate vruchtbaar. Boeren zeggen het is de beste landbouwgrond van de wereld. Die zorgen ervoor dat er dus ook heel veel grote grazers kunnen leven. En die zorgen dus voor enorme uitgestrekte grasvlaktes. Een, in mijn optiek,
volkomen natuurlijke situatie. Grasland is echter ook sturend, met hoge dichtheden, is ook van essentieel belang voor de vestiging van lichtbehoeftige bomen en struiken. Dit is een bosweidensysteem, Borkende Paradies. U ziet hier een meidoorn, dat is een stekelige plant. En u ziet daar een eik en die eik die groeit boven die meidoorns uit. En die eik die wordt beschermd tegen die grote grazers door die meidoorn, wat een soort natuurlijk prikkeldraad is. En zowel de meidoorn als de eik zijn lichtsoorten die alleen maar in open gebieden kunnen kiemen en opgroeien. In bos doen ze dat niet. En hier ziet u de sleedoorn. Het verschil met de meidoorn is de sleedoorn breidt zich met wortelstokken uit in het grasland. In die mantel en zoom van die sleedoorn, daar vind je allemaal jonge boompjes. En daar vind je die boompjes, die groeien dus op onder de bescherming van dat natuurlijke prikkeldraad. En dan ontstaat er een groep bomen, een bossage. De bomen gebost. Het woord bos betekent bij elkaar. Dus als bomen gebost zijn, betekent het ook dat ze niet gebost zijn. Het woord bos betekent al dat er ook een niet-bos is. Anders is bos heeft geen betekenis. Daar komen we op taal. Vooral die eiken, die groeien daarop. En dat komt door de Vlaamse gaai die in die randen de eikels verstopt. En die eikels die kiemen en die eiken groeien dus in die randen op. En die staan met een kop in de volle zonlicht. En dat is precies wat eiken nodig hebben. Dat zijn lichtbehoeftige soorten die in een gesloten bos niet kunnen opgroeien. Als er dan een gat in het kronendak ontstaat, komt er licht op de bosbodem. Nou, dan zeggen de bosbouwers, nou komen de jonge bomen en zo blijft het bos in stand. Maar daar zijn die verrekte grazers weer en die vreten al die jonge bomen op. En wat gebeurt er dan? Er komen geen jonge bomen op. Maar het betekent ook dat als er geen jonge bomen opkomen, u ziet daar die grote bomen, dat zijn beuken, dan kunnen er dus ook als dat eiken zijn, geen beuken opkomen onder de eiken, want beuken kunnen wel opgroeien onder eiken en alle beuken doden dan uiteindelijk de eik. Dat is uit een heleboel literatuur van de bosbouw is dat bekend en alle bosbouwers weten dat ook. Wat hier gebeurt, dit is volgens mij het systeem zoals het werkt. Je hebt begraasd open grasland, daar komen stekelige struiken in, meidoorns, sleedoorns. Die struiken, als die sleedoorns zijn, breiden ze zich uit in het begraasde grasland. Begraasd grasland is dus essentieel. Die zaailingen van bomen die groeien dan ook beschermd door die stekelige struiken. Dan ontstaan er dus vrijstaande bomen, zoals die eiken die bij die meidoorn opkomt. Of in een bossage en die hebben allemaal smalle kronen, terwijl die vrijstaande bomen enorme kronen hebben. En dan de bomen sterven door ouderdom, droogte. Of, wat ook gebeurt, de schors wordt opgevreten door de dieren, edelherten en wiesenten. En daardoor gaan de bomen ook dood. En daar hebben we begraasd open grasland 2.2, 2.0. En zo gaat die cyclus volgens mij rond in zo'n parkachtig bosweidelandschap. Je ziet deze dichtheden aan dieren, 200 kilo per hectare biomassa, dat is zoals bij de savanne in Afrika, vindt er volstrekt succesvolle verjonging plaats van bomen. Zowel lichtsoorten als eiken, maar ook schaduwsoorten als lindes en beuken. Terwijl bosbouwers zeggen, ja, maar als er al 8 kilo aan edelherten is, dan gaat het bos zich al niet meer verjongen. En dat is ook de reden waarom al die edelherten in de bossen worden afgeschoten tot ze minder dan die 8 kilo zijn. Terwijl ze eigenlijk 200 kilo kunnen zijn. En nou kom ik bij Johannes de Doper in de woestijn. Want, u ziet links Geertje tot Sint-Jans, een Haarlemse schilder, Jeroen Bos. Wat ziet u op de achtergrond? Is dat een woestijn? Nee, dat ziet eruit als een parkachtig landschap. Hoe kunnen ze nou in godsnaam dan in die tijd Jeroen Bos of Geertje tot Sint-Jans, Johannes de Doper daar afbeelden in iets wat een woestijn is? Daar klopt dus niks van. Die schilders hebben er helemaal niets van begrepen. Nou, dat is niet zo. Die woestijn van Johannes de Doper die gaat terug tot het Romeinse recht. En dat Romeinse recht zegt, wat zonder duidelijke eigenaar is, behoort toe aan de keizer. Hier ziet u de kaart, u ziet dat stippenlijntje, dat is de grens tussen Polen en Oost-Pruisen. De kringetjes, dat zijn Wisenten. Dit is een kaart van Oost-Pruisen, van Caspar Hennenberg. En die ziet dat daar die wilde dieren voorkomen. Let u even op, daar staat desertum. In kleine lettertjes. Als u nou het woordenboek pakt, dan leest u desertum is
woestijn. Dat zijn de Mazurische meren. Daar was helemaal geen woestijn. Maar waarom heet het dan desertum? Dat desertum, dat werd in de 6e, 7e eeuw de wildernis, want het is de wildernis waar die Vicenten leefde, verklaard tot Forestis Nostra. Onze Forestis. Daar is het woord forest van afgeleid. Het woord forest, het woord forest. Ah, zegt u, dat is bos. Nee, dat was het niet in cultuur gebrachte waar geen mensen woonden en daar toebehoorde aan de koning. Ja, forestis zou zijn afgeleid van het Latijnse foras, buiten, buiten het in cultuur gebrachte, of foris zonder, zonder mensen, niet bewoond. En die wildernis waar die Vicenten leefden, die kwam onder het jus forestus. En dat heette in het Nederlands het woudrecht. Nou komen we ook alweer het woord woud tegen. Dan zult u zeggen, dat is toch ook een bos? Ja, nou, nee, dat was dus dat desertum. Oftewel, dat was de woestijn. Of was het dat ook niet? Dat buiten met die wilde dieren was verlaten van mensen. Daar woonden geen mensen. Daar waren geen akkers. Het werd ook wel gebruikt. Er werd ook wel hout gewonnen. Er werd honing gewonnen. Maar het was niet in cultuur gebracht. Het had geen duidelijke eigenaar. Hier ziet u Edelhert en Wiesen. En daar staat desertum regis Polonais. De Poolse koninklijke verlatenheid. Want desertum is afgeleid van gedeserteerd, verlaten. Leeg, geen mensen. Dit is een kaart ook op die vorige gebaseerd, die is uit 1593. En kijkt u eens hoe natuurgetrouw daar die Vicent staat afgebeeld. En dat rechterdeel, dat is dus dat desertum van de Poolse koning. U ziet daar bruine beren staan, wilde zwijnen en edelherten. Kortom, dat was geen woestijn, dat was niet leeg. Daar leefden dus allerlei wilde dieren. En het merkwaardige is, zowel de Vicent als de edelhert, maar ook zelfs het wilde zwijn, zijn voornamelijke graseters. Dus er moeten daar graslanden zijn geweest, anders konden die beesten daar niet overleven. Zelfs bruine beren eten heel veel gras om op een gegeven moment in de winter hun vetvoorraad bij te houden. Johannes de Doper is hier afgebeeld in het desertum. Kortom, in de verlatenheid, en die heette in middeleeuwse teksten, en nou komt het bekende woord, de woestina. Nou, woestina, woestijn, dat is dus allemaal heel erg gerelateerd aan elkaar. En in het Vlaams wordt het woord nog steeds gebruikt in de term een wastine. En in het Engels heet dat een waste. Hij zegt een waste, dat is toch waardeloos? Iets is een waste. Nee, een waste was het niet in cultuur gebruikte waar je echt nodig had, ook om hout te winnen en honing. En dan zie je dus, en dat is dus hier een punt, dat de grote valkuil met taal is dat woorden hetzelfde blijven door de eeuwen heen, maar de betekenis verandert. Ook door veranderingen in de hele sociale structuur van ons mensen. En wat wij doen, als wij naar oude teksten kijken, is dat wij de moderne betekenis letterlijk naar het verleden vertalen. En dan doen we dus volkomen verkeerde dingen. Hier ziet u ook Johannes de Doper van Jeroen Bos. Kijk, daar staat een beer tegen de boom. Zo kennen wij beren ook. En als u dat landschap ook ziet, dan ziet u dat het een half open landschap is met graslanden. Was Jeroen Bos gek? Was Geertje tot Sint-Jans gek? Nou, ik denk het niet. Dat desertum, was dat een woestijn? Nee, dat was verlaten, niet door mensen bewoonde woestenij, de woestina. Ja, en nu noemen we dat een woestijn. Maar dat is een moderne betekenis, die dus niet is wat het vroeger betekende. Dit is ook een woestijn, maar dat beeld hebben wij bij de woestijn. Maar dat is ook verlaten, deserted, de desert, daar komt het Engelse woord voor, desert. Deserteren, soldaten die deserteren, verlaten het leger. Kortom, Johannes de Doper zit daar in wat destijds de wildernis was. Wat het niet in cultuur gebrachte was. Wat de natuur toen was. Zonder dat wij die in cultuur hebben gebracht met bosbouw om houtproductie te krijgen. Of dat we daar akkers van maakten. Of wij andere dingen deden. Het was dus gestuurd ook door die grote grazers. Die spelen een essentiële rol ook in dit verhaal. Geen climaxbos. En ik laat dit nog even zien, dit is van Jan van Eyck, want Geertje tot Sint-Jans was een tijdgenoot van hem. En wat was in die tijd de manier van het weergeven van Bijbelse teksten? Wat toen het hedendaagse was,
Dus met andere woorden, Geertje tot Sint-Jans heeft Johannes de Doper afgebeeld in wat toen in de 16e eeuw nog bekend was bij hem ook als schilder, wat de wildernis was. Zo zag hij eruit. Twee keer per jaar was er discussie, ik weet niet, ben ik al te lang bezig? Veel te lang, maar het is buitengewoon interessant. Was er discussie over debat over de Oostvaardersplassen, voornamelijk over het welzijn, altijd vanuit het oogpunt van gevestigde opvattingen van bosecologen, boeren, jagers en paardenhouders. 22 maart, boerinnen hielden een gedenkdienst voor de dieren die in de Oostvaardersplassen waren gestorven. Het jaar daarvoor waren 2 miljoen van boerderijen afkomstige runderen vonden de dood in abattoirs, waaronder 1,5 miljoen kalveren. Ik heb nog nooit een boerin bij de abattoirs gezien. Nou wil ik niet afgeven op boerinnen, maar ik wil hier gewoon de rare vorm van wat wij dan wel normaal vinden. En dat is dan wat in de plassen gebeurt abnormaal. Maar eigenlijk is dat precies het syndroom van de verschuivende eikpunten. Namelijk dat het abnormale normaal wordt en het normale wordt abnormaal. Dat is dus wat er gebeurd is, ook met de Oostvaardersplassen. Nou, dit soort dingen kreeg ik dan te zien, de wreedste beul op aarde. Volgende, dit soort dingen kwamen dan op internet. U ziet hoe welke groet ik daaronder breng. Frans Vera, Hitler en Jozef Mengele in één moet gestopt worden. Dat soort bedreigingen heb ik gehad, doodsbedreigingen heb ik gehad. Zo gaat dat dan. En dan de winter van 2017-18 gaat erbij gevoerd worden. Nou, u ziet, de dieren zijn nog in een best goede conditie. Maar goed, mensen vonden, paardenliefhebbers vonden dat er moest worden bijgevoerd. Dat begon toen nog maar 17% van de grazers was gestorven door het afgesproken vroeg reactief beheer. Er was dus eigenlijk niks aan de hand. Maar in één keer werd het beheer veranderd, maar dat was niet onverwacht, want de provincie had al lang in gedachten dat ze het wilde veranderen, om twee redenen. Al op 8 februari besloten ze dat het beheer moest worden afgestemd op het instellen van het Nationaal Park Nieuwland, onder andere door het maken van meer recreatieve voorzieningen. En het beheer van de Oostvaardersplassen moest rekening gaan houden met de uitbreiding van het vliegveld Lelystad. Nou, hoe doe je dat? Minder ganzen, minder grazers, minder grasland. Zo doe je dat. Nou, meneer Van Geel werd ingesteld als een commissie en die moest dat besluit uitwerken. En die kwam in 2018 met het advies en de provincie stelde dat vast als het nieuwe beheer voor de Oostvaardersplassen. En dat betekende 50% afname van de graslanden, het leefgebied van die sluitsteensoorten. Met andere woorden, de hele bodem uit het systeem werd weggeslagen. Want die sluitsteensoorten die werden enorm beperkt. Dus de graslanden gingen erg afnemen. En daarmee kwam dus ook het moeras in gevaar. Een permanente verlaging van het aantal grote grazers met 66% door afschieten en wegvangen. Het maken van allerlei recreatieve voorzieningen. En dat was allemaal in strijd met Natura 2000. Want er zijn nog steeds allerlei juridische strijd is erover gaande. Het slotwoord. Machiavelli. Want dat is zo. Machiavelli zei al in Il Principe in 1532... laat men goed beseffen dat niets zo lastig, zo onzeker en zo gevaarlijk is als de onderneming van iemand die het initiatief neemt om ergens een nieuwe orde te vestigen. Want degene die deze vestigen wil, vindt tegenstanders in al diegenen die gebaat zijn bij de oude orde en weifelende medestanders in diegenen die gebaat zijn bij de nieuwe. De twijfel wortelt ten deel in angst voor de tegenpartij die de wet, dan wel de gevestigde opvattingen, aan haar kant heeft. En ten dele in ongeloof, omdat mensen geen enkel vertrouwen in nieuwe dingen koesteren, zolang die zich nog niet bewezen hebben. En daarom zullen je tegenstanders, zodra ze de kans krijgen, vastberaden ten aanval trekken en je medestanders weifelend weerstand bieden, met als gevolg dat je samen met hen ten onder gaat. Ik dank u voor uw aandacht.